ik ben er eigenlijk wel heel erg trots op. En ik ben er ook heel vaak aanwezig, zo vaak als mijn agenda toelaat. En dan geniet ik ontzettend van de mensen, vaak wat oudere mensen, die elkaar ontmoeten, die wat aan elkaar hebben, die bewegen. Met een bescheiden coronaproef feestje op het binnenplein van de brandwacht in Leiderdorp vierden de vrijwilligers van de derde helft dat balkonbewegen inmiddels nationaal is opgepakt. De Leiderdorpers zijn hier vorig jaar mee begonnen en maken sindsdien wekelijks een beweegronde langs een aantal seniorenflats in de gemeente. Deze mensen zijn het hele jaar, elke keer, elke woensdag om 11:45 tot 12:15 hebben ze meegedaan aan balkonbewegen. Slechts 2 keer hebben we dit jaar niet gedaan. 1 keer hebben we af moeten zeggen wegens IJssel, dat is door de organisatie afgezegd. En 1 keer zijn we moeten vluchten voor een stortbui. Dus wat dat betreft een applaus. Tennislegende Tom Okker kreeg ooit de bijnaam Flying Dutchman. Hij is ambassadeur voor All Star Tennis en zet zich actief in om ouderen in beweging te houden. Ja, ik ben heel oud. Ik ben 77, maar ik vind dit soort dingen leuk om te doen. Blijf je in beweging. Op een speciaal voor de gelegenheid aangelegde tennisbaan kreeg burgemeester Laila Driessen de kans om een balletje met de oud-kampioen te slaan. De burgemeester sloeg een hele leuke bal. We hebben leuke rallies gemaakt. We spelen met een wat zachtere bal in deze spelvorm. Een kleiner veld. Maar ze deed heel goed. Nou ja, eigenlijk een droom die uitkomt. Want ik ben van de tijd dat hij de finale van Wimbledon haalde. En het is fantastisch om hem hier dan zoveel jaren later te spreken en te treffen. Met deze organisatie wilde ik daar ook voor complimenteren. Een draaiorgel maakte de feestvreugde op deze tweede Nationale Beweegdag compleet. Wat doet de 77-jarige Okker eigenlijk zelf om in beweging te blijven? Ik doe een paar keer per week een beetje fitness en ik tennis af en toe, zoals ik al zei, en ik speel veel golf. En als je 18 holes speelt, dan loop je ook al gauw 10 kilometer of meer. Dus blijf wel een beetje goed in beweging. En burgemeester Driessen? Nou, ik deed de hond uitlaten, maar we wandelen heel erg veel. En moet even voorzichtig zijn dat ik me niet blesseer. Ik beweeg wel, maar niet meer in georganiseerd sportverband zoals met tennis. Ik heb ook veel gehockeyd, maar dat moet je op mijn leeftijd eigenlijk niet meer doen.